Ook nu werkte de mechanische tweedeling van een vroom beleden ideaal en nietszeggende woorden, aanval op de beschaving, gevaar voor de democratie, perfect. We turen ons altijd blind op bijverschijnsel en zijproduct en laten wind en kabouters zorgen voor de grote lijn. Bewustmakingsprocessen werden een doel op zichzelf. Je hoort aan bewustmaking te doen en het dondert niet waarvan. Ons geloof in de verpakking is een tweede natuur geworden. Ons werd in de jaren 70 en 80 vaak voorgespiegeld dat we 10 keer een centimeter vooruit gingen. Achter de schermen waren we telkens een kilometer achteruit gegaan. Wat is er met grote maatschappelijke verschijnselen als seksualiteit en geloof gebeurd? Waar hebben de ideeën van de 68ers toe geleid toen ze eenmaal hun eerste praktische stappen als bestuurders mochten zetten? Dat het een rotzooi is geworden is nog het zachtaardigste wat we ervan kunnen zeggen. Gezellig en leuk diende seksualiteit en geloof te worden. Zonder vaders en priesters, zonder walgelijk gezag. Onze bestuurders draaiden bij toen de seksualiteit bleef weigeren zich als leuk en gezellig te ontpoppen. En toen ze zelf de leeftijd van impotentie en prostaatkanker voelden naderen, toen moest de zweep er weer over. Niet omdat ze zich hadden vergist, natuurlijk. Goddank doken bijtijds de nodige bliksemafleiders op. AIDS, de pedofiel. Dat heette bij mij op school gewoon de godsdienstleraar. Godsdienst. Ach ja, godsdienst. Elke secte en elke religie-idioot moest kunnen, dus waarom de officiële godsdienst niet? Terwijl het geloof met zijn martelingen, rituelen en tempels verdween, nam het aantal gelovige tuinkabouters toe. Wat resteert nu is de zelfzuchtige overtuiging dat religie er louter is voor de gezelligheid en het welbehagen. De onbesuisde lancering van de halfbakken ideeën van mijn generatie leidde er uiteindelijk toe dat we leven in een wereld die verkrampt omgaat met seksualiteit en geloof. Iets krampachtigers dan gezelligheid is er wel niet. We maken iedere dag de gevolgen mee. We zien veel luchtboxers in doodlopende stegen. Het vermaan van de zedemeesters waait ons tegemoet, of het blije en onschuldveinzende, maar intussen opdringerige gewauwel van de ietsisten. We zijn in de val gelopen van het verraad van individuen die voor zichzelf eisten wat ze anderen niet wilden of konden toestaan. Vrijheid, zelfbestemming. Vooral hadden ze nooit nagedacht over de betekenis van begrippen als vrijheid en zelfbestemming. Soms voor al mijn leeftijdgenoten die zich na 1968 eerst schoorvoetend en al snel vol overgaven de politiek en het maatschappelijk leven hebben binnengedrongen, wou je dat de hel nog bestond. Met gloeiende poken en brandende fakkels en al. Het onderwijs. Welke ravage werd daar aangericht? Ravage als de genadeklap. Genoeg is daar al over gezeurd.
De vernietiging lijkt onomkeerbaar, zolang niet de laatste hoopvolle 68er van de aardbodem is verdwenen. Ik wijs alleen nog even op de gevolgen die het heeft gehad op hoe we met geschiedenis en literaire tradities omgaan. Ik wijs er alleen nog op dat het mijn generatie was die op de universiteiten en in het bedrijfsleven begon met het vervangen van het Nederlands door het Engels. Ze hadden er de schoonklinkendste excuses voor. Ook voor wat er met het milieu en het landschap gebeurde, hoeven we alleen onze ogen op te slaan. We leven te midden van het verpletterende bewijs dat er een generatie aan misdaad en onverschilligheid heeft huisgehouden. Slopers en architecten werden bloedbroeders onder hoogprotectoraat van de politiek. Ook in dit geval zorgden de idealen van mijn generatiegenoten voor de holle legitimatie. Sterf oude waarden, weg met het elitaire verleden. We hebben het gehad over grote lijnen als democratie, privacy, seksualiteit, feminisme, geloof, onderwijs, milieu en esthetiek van de omgeving. De echte stille revolutie is de uitlevering aan de commercie geweest. Mijn ambitieuze bestuurdertjes werden snel ook zelf verdienertjes en subsidieslorpers. Op zeker moment hadden ze de staatsfinanciën verdeeld, dat wil zeggen een klein beetje voor de schaamlab van cultuur en milieu, beide in de vorm van aangeharkte reservaatjes, en het leeuwendeel voor hun eigen raderwerk. Ze konden dus wel begrip opbrengen voor andere verdienertjes. Pooiers waren ze nog net niet, al ken ik oude kameraden van mijn leeftijd die met 06-nummers een aardig kapitaaltje bijeen hebben geschraapt. Nieuwe tijden, nieuwe mogelijkheden. Het waren vooral de media die het huwelijk tussen mijn vrienden en het neocapitalisme hebben beklonken. De media lagen open. Daar konden ze hun lusten vrijelijk botvieren. Als iets een spiegel vormt van het ware gezicht van 68, is het de televisie. De ontwikkeling van treurbuis tot terreurbuis. Een intiem samenspel van slimme handelaren en politici is het geweest. De legitimatie. Het dogma van de inspraak. De doctrine van de gewone man. Kijk. Er zitten massa mensen voor de televisie. Denk eens in. Hoe de handelaren in amusementen en onnutte producten zich al die jaren het hoofd braken hoe die massa te gelden te maken. Ze droomden haast even nerveus als de nagellakfabrikant die aan alle vingers in China dacht. Die massa zit voor het ding geeft licht en geluid. Dat betekent nog niet dat er een geldstroom tussen beiden bestaat. Eigenlijk heeft het hele gebeuren niets met geld te maken. Het ding straalt en flikkert gratis. Het kan bedelen wat het wil. Maar als de massa zich roerloos houdt, beschikt het niet over sancties. Iets ergert de handelaren meer dan wat dan ook. Het ding heeft geen gleuf. Jarenlang bleef de situatie zich voordoen van een dood ding dat naar een dood ding keek. De lucht tussen het heilige kijkaltaar en de massa was dik van het apengapende passiviteit. Er is een enorme dynamiek op gang gekomen tussen die twee. Met geld als enige drijfveer.
aan mijn generatie de eer van dit mirakel. Het mirakel om de geldstroom tussen televisie en publiek op gang gekregen te hebben. Men moest er heel wat leugens voor verzinnen. Elke verdenking van een verband tussen publieke omroep en permanente educatie, een oud stokpaardje van de revolutie, moest worden uitgewist. Bij het niets waren politici en bestuurders zo behulpzaam als bij het verdacht maken van enige creatieve, speelse of educatieve opdracht voor onze essentiële communicatiekanalen. De kanalen zijn nu voorgoed verstopt, uitgeleverd, verpatst en versjacherd aan de kermisbazen. Joop van den Ende kreeg een koningskroontje van de bestuurders. Of je een hoop stront verguld. De ontwikkeling van treurbuis tot terreurbuis is exemplarisch voor het verraad en het verraderlijk nasudderen van mijn generatie. Bij niets ook waren de intellectuelen van 68 zo behulpzaam. Hun theorieën over hoge en lage cultuur begonnen om de studie van populaire lectuur en massavermaak op te waarderen en uit het moeras van het folklorisme op te tillen tot de grote hoogte van de sociale wetenschap, kwamen plotseling goed van pas. De politiek speelde me al te graag leentje buur bij de vage prietpraat van veel jaren 60 wetenschap. Eerst was daar de mooie vondst om het woord opportunisme te vervangen door pragmatisme. Toen kwam de verklaring dat het onderscheid tussen rechts en links was weggevallen. Het werd zo snel mogelijk door de politici omhelst. Gewoon omdat het zo goed uitkwam. Maar het allermooiste bleek toch wel de stelling dat de grens tussen hoog en laag vervaagd was. Sommige bestuurders maakten er meteen een gelijkstelling van hoog met laag van. Gewoon omdat het zo goed uitkwam en omdat er veel aan te verdienen viel. De grote leugen van de gelijkwaardigheid tussen hoge en lage cultuur heeft er enkel voor gezorgd dat in de bokswedstrijd tussen cultuur en entertainment het grofste entertainment heeft gezegevierd. Mijn generatie wordt bedankt. Ze begeleiden niet alleen de uitverkoop van de laatste resten beschaving, ze schaften ook de idee af dat het wenselijk zou zijn beschaving bij te brengen. Ze voerde daarvoor een stille campagne, want ze was inmiddels zelf belanghebbende geworden. Een campagne waarin woorden als elitair belachelijk werden gemaakt. Het lukte, niet in de laatste plaats, doordat de intellectuelen, de partijfilosofen en de sociologisch getinte denktanks, eerder naaldenkokers dan tanks, zo hartelijk meededen. Ik heb ze destijds op de barricade zien staan. Met gebalde vuisten, met een onwezenlijke glans in hun ogen. Ik heb ze vervolgens zien kruipen en horen ritselen. Ik heb begrepen wat hun ogen destijds zagen. Een vette, burgerlijke toekomst voor zichzelf, zonder te veel hinderlijke, hoge cultuur. Een zalige toekomst van grijpen en ingrijpen. En van verder allemaal lui vergaderen over een eeuwigdurend niks. Ouder worden kent weinig verrassingen. Het was zeker een verrassing toen ik voor het eerst op straat werd berispt door een politieagent die jonger was dan ik.
Daarna werd ook mijn dokter, notaris en advocaat jonger. De moeder al deze verrassingen. Nu, die stond ineens op toen er een generatiegenoot van de president van Amerika werd. Een schok van je welste. Vanzelfsprekend was het een president die veel van entertainment hield. Die nog veel meer zijn studentenpraatjes had onthouden omdat ze zo handzaam de armoe van zijn ideeën verdonkeren maanden. En die tot in de Oval Office zijn seksuele bevrijding had meegesleept. Pijpen op kantoor, dat moest kunnen. Thans verzamelt hij voorschotten van media tycoons. Een kind van zijn tijd, een schat van een verrader. De mantra's van mei 1968 zijn nog altijd niet uitgewerkt. Alleen door mei 1968 valt het te verklaren dat ze in Nederland Pim Fortuyn aanzagen voor iemand die de Alfiastal van de politiek wel eens zou schoonmaken. In feite was hij een jaren 60 type. Een rasechte vertegenwoordiger van het quasi-marxisme, een reële leeftijdgenoot van me, een voorbeeldige verrader. Hij suggereerde dat hij een kritische nieuwkomer was in ons al te gestructureerde en verfijnde netwerk van afhankelijkheden, afkoopsubsidies, controlegekte en bureaucratie. Met zijn halve talenten en entertainmentgehalte was hij er juist het resultaat van. Hij kon voortreffelijk acteren, als alle omhooggevallen jongens uit de revolutietijd. Of hij het rebelse nog in de vingers had. Het was niet eens een truc, het was routine. Intussen rekende hij zich de macht al toe. Hij zou bereid zijn geweest tot elk compromis, tot elk verraad, als hij maar eenmaal met macht was bekleed. Om die macht te bereiken voerde hij via de media een fake vertoning op. 30 jaar verraad in versnelde opvoering. De verslaggevers volgden als hondjes. Hij had de listen en arglistigheden van degene bij wie hij straks in bed zou kruipen al volkomen in de vingers. Als hij was blijven leven, zou hij door de bestaande officials als een verloren zoon zijn binnengehaald. Mijn hele generatie is met bluf en handigheid aan de macht gekomen. Al mijn leeftijdgenoten die na 68 de politiek en het maatschappelijk leven ingingen, behoorden al bij voorbaat tot de aangepaste. Aanvankelijk vond je het zo charmant dat ze de politiek instapten. Het waren overwinningen voor de beweging, small steps. Langzaam maar zeker zouden zij de voorhoede vormen die namens ons allen de boze wereld zou leren hoe het werkelijk moest. De verbeelding aan de macht, de mars door de instituten, frisse wind, een nieuw geluid. Idealisten moeten altijd inbinden. Geen mens kan voor zijn zwakheden vluchten. Toch is verraad in dit geval geen te groot woord. Mijn generatiegenoten zijn niet alleen gestuit op praktische bezwaren en op de logheid van het systeem. Ze werkten ook gericht en enthousiast mee om de scheidslijn te handhaven en zelfs te versterken tussen machthebbers en sukkels, om de democratie te ondermijnen en de financiën tot afgod te verklaren. Ze bleken chameleons in de hardnekkigste en irritantste zin van het woord. Eerst namen ze de kleur aan van de tegenstander en de oude vijand. Vervolgens bleven ze voorwenden of ze nog altijd gehuld gingen in de kleur van de revolutionaire die ze ooit zelf waren. Vanzelf dragen ze niet overal de schuld van invloeden van buitenaf.
De onstuitbare golven van de geschiedenis, stomme toevalligheden en catastrofen, ze waren er. Maar veel te vaak knikten ze instemmend, sloten ze de ogen, sprongen hardop van heimelijke vreugde, gaven ze toe aan hun reactionaire innerlijk, aan de geest van hun vaders. Veel te vaak kraaide de haan. Als er al iets langs de meetlat van hun jeugdidealen werd gelegd, dan gebeurde dat louter verbaal. De eigen oorsprong werd gretig als dekmantel misbruikt. Niets van hun aanvankelijke elan zagen we terug in hun daden. Onze revolutionaire, mijn kroeg en studie en dansgenoten van toen, de objecten nota bene van mijn seksuele dromen, werden tevreden regenten, dik tevreden meestal. De speelse kant van 68, toen nog ludiek genaamd, ging al snel kopje onder en of ontaarde in de leutigheid van alles kan en alles is meegenomen. Zij die niet wilden meedoen en trouw bleven aan de oorspronkelijke geest, werden als mislukkelingen beschouwd. En de ware mislukkelingen nestelden zich op de troon. Heeft iemand gezegd dat de geschiedenis rechtvaardig was? Er is nu een revival van de jaren 60 gaande. Het is weerzinwekkend dat die revival slechts een onherkenbare hutspot is. Net als alle historische terugblikken en muzikale geschiedschrijving die ze op de tv samenflansen, is op zich al een verworvenheid van de jaren 60. De geschiedvervalsing is al een tijd geleden begonnen, omdat de geschiedenis door de Joop van den Enders wordt geschreven. De jaren 60 werd een product. Wel beschouwd is het altijd een product geweest. Goed afgeschermd door de hoofdschuldigen, afgeschermd tegen iedereen die er met een vermanende vinger naar durfde te wijzen. Met al mijn 10 vingers wijs ik. Ik voel me door mijn generatiegenoten verraden. Ik ben opgegroeid tussen een generatie verraders. Ik maak deel uit van een generatie die voor het eerst in eeuwen de wereld lelijker achterlaat dan ze haar heeft aangetroffen. Niets van allure, niets van stijl, niets van een groot gebaar bracht ze tot stand. Dames en heren, dit leek hier en daar een klaagzang. Klaagliederen aanheffen ligt niet in mijn aard. Het was ook maar het verslag van een nachtmerrie. Geen wetenschappelijk verhaal. Het verslag van een nachtmerrie die ooit als een droom begon. Dank u. Verbijsterend, Gerrend. Prachtig, prachtig, prachtig. Ik geloof dat je op een of andere manier out of the closet bent gekomen met deze redenvoering.
En ik kan alleen maar één woord van troost vinden. En het is onze oer-Hollandse wijsheid. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. En in plaats van een nachtmerrie die als een droom begon, zou ik een klein woord willen zeggen over een droom die als een nachtmerrie begon. Een nachtmerrie die begon in de gaskamers. Die begon op de elektrische stoel. Die begon op de brandstapels waar de tovenaars en de heksen verbrand werden. Die begon in Zuid-Amerika waar de geheime politie de deur intrapte. Die nachtmerrie die wij op een of andere manier kennen en waar we deelgenoot van zijn. En waardoor we zo ongelooflijk dankbaar zijn dat we hier kunnen leven. Dat we nooit honger hebben. Dat de brandstapels hier in ieder geval niet branden. En dat dit eigenlijk de beste aller tijden is. En dat wij hier genieten van alle culturen het beste. Avocado's, fado's, tantrisme, raga, reggae, rai en klezmer. Ginseng, tai chi en peyote. Dit is de beste aller tijden. Geen woord dat ik niet zeggen kan. Geen boek dat ik niet lezen mag. Geen god of duivel opgelegd. Geen honger en geen marteling. Geen armoe en geen rijkdom. Dit is de beste aller tijden. Maar bijna niemand weet het. En nu nodig ik u allemaal uit om het feit te vieren dat wij hier, zoals we hier zitten, waarschijnlijk nooit honger hebben gehad. En geen gaskamers, brandstapels. Met een geweldig diner. En muziek. En om 10 uur ongeveer een spectaculaire happening in de Ruigoordtrant. En daarna een concert. Kortom, voetjes van de vloer. Wat een mooie positie.
nou mooi licht is. Hij leeft! And the moon above me. Love a man. Thank you.